In het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag is met de ondertekening van een Belgisch-Nederlands verdrag het 100 jaar oude vraagstuk van de Schelde-Rijn-verbinding tot een oplossing gebracht. Professor De Quay en minister Luns tekenden namens de Nederlandse regering. Van Belgische zijde zetten premier Lefebvre en onderminister Fayat hun handtekening onder het protocol, dat met name voor de havenstad Antwerpen van grote betekenis zal blijken te zijn. Hoe is de situatie op het ogenblik? Grote zeeschepen die via de Schelde naar Antwerpen zijn opgestoomd, laden hun vrachten voor Duitsland of Zwitserland over in Rijnschepen. De Antwerpse haven kent mede daardoor een zeer levendig binnenvaartverkeer. Dat de ladingen die per zeeschip werden aangevoerd nu met Rijnaken dezelfde route over de Schelde teruggaan, is een gevolg van de geografische ligging van Antwerpen. Maar het verdriet de Belgen al bijzonder lang dat de schepen via het kanaal van Zuid-Beveland, Oosterschelde en Volkerak zo'n grote omweg moeten maken om de Rijn te bereiken. Daar komt nog bij dat aan in- en uitgang van het kanaal door Zuid-Beveland bij Hans Weert en Wemeldingen lange wachttijden voorkomen, doordat de schepen moeten schutten in sluizen die nog met handkracht bediend worden. Voor het internationale verkeer betekent dit een zeer kostbaar oponthoud. Hoe druk dit kanaal bevaren wordt, blijkt duidelijk uit deze opname. Het werd gegraven in de 60er jaren van de vorige eeuw, nadat Zuid-Beveland ten behoeve van de spoorlijn Breda-Vlissingen door een dam met Noord-Brabant was verbonden. Voor het huidige verkeer is het kanaal eigenlijk al te smal. En het is daarenboven volkomen ongeschikt voor de duwvaart, die in de laatste jaren sterk toeneemt en waarvan men in scheepvaartkringen veel verwacht. Voor de haven van Antwerpen is deze vaarroute vol gebreken een groot nadeel. Want zij krijgt daardoor, in tegenstelling tot Rotterdam, slechts een gering deel te verwerken van het Rijnverkeer dat steeds drukker wordt. Bij Wemeldingen moet, zoals gezegd, opnieuw geschut worden. Het hier staande bord langzaam heeft mede een symbolische betekenis. Via de Oosterschelde en het Volkerak bereiken de schepen dan voorbij het Hollands Diep, de Waal en de Rijn. De nieuwe Schelde-Rijn-verbinding, die over 8 à 10 jaar gereed zal zijn, wordt 39 kilometer korter dan de bestaande, hetgeen 5 uur varen scheelt. In Den Haag wilde men daar wel het glas opheffen.